staat Blitterswijk niet bepaald bekend voor de culinaire tradities, zullen we maar zeggen. Maar toch ben ik wel benieuwd naar de betekenis achter dit bordje. Kent de hond in de pot en de kat in de zak, maar hier is de vis in de vis in de wok. Ben ik echt benieuwd wat. Goedemiddag. Wat het verhaal achter Azië in de wok is. De familie Jenner. In Amerika is dat een vrij bekende achternaam, hè? Jenner. Jenner. Bruce Jenner. Nee, dat doesn't ring any bells, Frank, hè? Nee. Ik heb hier de Walde bel geringd, trouwens. Maar ik zie nog niks bewegen. Maar nu al. Er komt geen aan. Hallo. Goedendag. Wat gebeurt hier? Niet schrikken. Nee, ik dacht, ik ben van op. Dag mevrouw. Ik zal me eerst even netjes voorstellen zoals dat hoort. Ja. Bas van der Zwaan, L1, programma Onderweg. Ja. Ja. Ja, ik ken het. Oh, u kent het? Ik ken het programma wel, ja. Oh. En de deur is nog steeds open. Wat wilt u binnenkomen? Nee. Wij hadden het bordje op de hoek gezien. Azië in de wok? Ja. Dat ben ik, ja. En toen dachten wij, wat zou dat betekenen? Azië in de wok. U bent u keukenculinair? We hebben jaren in Azië gewoond. En ik ben een kookgek. U bent kookgek? Ja. En ik geef Aziatische workshops authentiek Aziatisch koken. Aha. En dat doe ik al jaren. Want, kijk, wij zijn allemaal. Vindt u het vervelend? Nee. Nee? Wij zijn allemaal. Want u kent het programma, dus u weet. Ja, ik ken het programma. Niet dat ik er veel naar kijk, maar ik ken het programma. Ik ken ook onderweg, dat ken ik. Kijk, als u zegt van ik wil dit niet, dan gaan we weer. Maar wij zijn nogal nieuwsgierig. Ja. Althans, dat geldt voor mij. En als u nu vertelt dat u jaren in Azië gewoond heeft. Dan ben ik al heel benieuwd. U mag binnenkomen, hoor. Mag het? U mag binnenkomen. Ach, nou, wat leuk. Ik ben er wel alleen thuis. Mijn man komt straks, die is biljarten. Dat is Henny. U bent Truus, uw man is Henny. Ja, dat heb je daar gezien, aan het bordje. Oh, kijk. Kom maar binnen, dan kun je nog meer zien. Ja. Dit ademt Aziatisch. Oh! Ja, dan denk je, Ben, dat je een mooie kast gezien hebt. Maar als je die ziet. Jeetje, Truus. Ja. Dit zijn allemaal herinneringen. Maar heeft die kast dan in jullie huis in. Waar woonden jullie in eigenlijk? We zijn in 1984 zijn wij naar India gegaan. We hebben een aantal jaren in India gewoond. Toen zijn we in India in 1988 doorgegaan naar China. Daar hebben we jaren gewoond. En ja, dat is die kast. Die heeft niet bij ons thuis gestaan. Die heb ik gekocht. Dan moet je niet vergeten, 1988 is niet China wat China nu is. Hè? 1988 was China nog echt China. Ja, want er is een soort van industriële revolutie op een gegeven moment gekomen. Mijn man zat daar om dat gewoon te doen. Hij zat daar voor Xerox. Ah. Daarin moest hij een aantal bedrijven opzetten. Oké. Dus die zat daar voor zijn werk, Henny? Ja. Maar jij gaat dan mee? Ik ga mee, tuurlijk. Maar Henny had daar zijn werk. Ja. Wat deed jij dan de hele dag, Truus? Wat ik deed? Nou, hij was ook heel veel weg. Ik deed gewoon, ik leerde Chinees daar in China. En ik heb eigenlijk het land daar een beetje onveilig gemaakt. Op mijn fietsje en alles. Op je fietsje? Ja, ik vind het heerlijk. Ik ben een halve Chinees nu. Gewoon, in mijn vorig leven ben ik gewoon, daar zeg ik tegen iedereen, men lacht mij uit. Maar ja, ik ben een Chinees geweest, ik voel me als een vis in het water. Ik heb de taal geleerd, ik wilde eigenlijk helemaal niet. Ik hou niet van die expats dingetjes, gewoon. Ik wil het alleen doen, en met een stel Chinese vrienden. Ik snap wat je bedoelt. Expats, die klitten dan helemaal dat wordt een soort En hebben ze het alleen maar over de locals. Nou, en als iets met haar over het gaan staan, dan is het dat. Dus dat kan ik niet.
Dus ik ben alleen op pad gegaan, heel veel, met de Stelvrienden. Ik heb daar pianoles geleerd, gehad. Ik heb daar van alles gedaan. Ik heb het in mezelf gestopt. Je hebt in jezelf geïnvesteerd? Ik heb het in mezelf geïnvesteerd. Geïnvesteerd in je eigen mensen zijn? In mijn eigen ontwikkeling, ja. En vandaar ook dat koken. Ik heb van de chef-koks, dat was toen in Shanghai hebben we gewoond. En van Shanghai zijn we doorgegaan naar Suzhou. Dat is een prachtige plek. Dat is het Venetië van China. Gewoon allemaal kanaaltjes. En dan heb ik een leuke vriendin ontmoet. Haar man werkte voor Philips. En zij was net zo gek als ik. Gingen met z'n tweeën op de fiets. Gingen we naar de universiteit Chinees leren. Nou ja. Ja. Het was leuk. Chinees, dat is helemaal niet van, dat doe ik even. Nee. In het begin dacht ik, nou, dat lukt me nooit. Waar ben ik aan begonnen? Nee, maar weet je wat het met Chinees is? Dan heb je, hoe heet het? Dat duurt een tijd, tot het binnen zit. En dan gaat het, ik spreek nog steeds Chinees. Nou, ja, Met wie? Ja, nou, ik zei net terug uit Lanzarote. Nou, is niet mijn vakantie hoor, maar onze familie zat daar. Zijn familie weer ze bezoeken. En die gingen nou iedere keer naar een Chinees restaurant. En dan zei de Chinees, ik heb alleen maar Chinees gesproken. Dat is leuk hoor. En als je dan... Ga je wel eens oosters eten hier in de omgeving? Ja. En raak je daar op een gegeven moment ook bevriend met de uitbaters van... Ja. Van de in Grubbevorst, dat restaurant... Oh ja, midden in Grubbevorst. Ja, Laten we vooral geen namen noemen. Tegenover die ijssalon. Ja. Dus dan, ik probeer me dat dan voor te stellen. Dan ga je daar naar binnen. Ja. Ik neem aan met Henny samen. Ja. En je gaat daar zitten. Op een gegeven moment, iemand komt aan de tafel. Ja. En begin je dan meteen in het Chinees? Ja. En hoe reageren die mensen dan? En dan vragen ze, goh, ja, die willen dat nu al lang. Hè. Inmiddels wel, ja. En die zei ook op een gegeven moment... Ik zeg ook altijd tegen hun, ik wil eten wat jullie eten. Gewoon echt op z'n Chinees. Hè? Niet dat Chinees-Nederlands. Dat is alleen maar zoetzuur. En hoe vinden ze dat dan? Zo van, we hebben gasten waar we oorspronkelijk Chinees voor kunnen koken. Ja. Dat doen ze dan ook? Dat doen ze. Ja? Als we een afspraak maken dat we komen... Nou, dan krijg je iets authentiek Chinees. Ze willen het wel van tevoren weten. Ze willen het voor tevoren weten. Het is niet het gebruikelijke verhaal 10 minuutjes? Nee. Maar dan gaan ze echt... Je mag ook wel even doorlopen de keuken in, waar ik mijn workshop schreef. Oh, die kastruus, die is echt fantastisch. Dat was ik aan het vertellen. Die kast, dat zijn panelen uit oude Chinese woningen. Oh. En die had zo'n mannetje, Mr. Mao was dat. Die had dat hele grote schuur. En die verkocht die dingen. En die heb ik zo als paneel gekocht. En daar hebben we zelf een kast van laten maken. Jeetje. Die hier paste dus. Gewoon terugkomend thuis. Dat gaat ook allemaal net. Af en toe moet er met een schuurpapiertje langs. Want dan, ja, het werkt, denk ik. Ja. En wat voor functie hadden ze dan in de Chinese woning? Gewoon een kastdeur ook? Of? Als tussendeuren. Tussendeuren. Niet de kast. Niet de kast. Oh, juist niet de kast. Hier stond vroeger de keuken. En die muur was heel slecht. En daar had ik gewoon voor mezelf als opdracht. Dan moet ik iets tegenaan hebben. Ik dacht, die panelen gaan gewoon tegen de muur. En toen zei Henny, nee, kun je beter de kast van laten maken. Die muur was een doorn in jouw oog. Heb ik dat gekocht. Is dat... Dit is ook Chinees. Oké, maar het is niet één geheel. Het is niet één geheel, dat is het apart tegenaan gezet. Hoe heb je dat allemaal hier gekregen? Met de container. Met de container, want van Xerox toen we teruggingen. Kom maar eens even doorlopen. Ja, oh ja, de keuken. Ik heb binnenvallen, ik was met van alles en nog wat bezig. Nou, maar je hebt je heel snel herpakt. Ja, ik dacht... Oh, leuk, dit is... Ja, dat zijn allemaal fotootjes die ik genomen heb in China. Ja, de Chinese muur. De Chinese muur zie je daar een stukje van. En dit is dan op de Li-rivier, gewoon met de kok. Dat is wat je net vertelde van die chef-koks, waar je dan... Ja. En daar staat gewoon iemand achter op een boot, staat daar te koken. Die staat te koken daar, ja. Maar is dat een soort van cruiseschip? Of? Nee. Het is een schip waar voor toeristen. Ja, toch wel. Maar niet een cruise. Het is gewoon, je kunt dan even de rivier af. En dan kun je wat eten. En hoe was het?
Het eten? Goed. Ja? Ja, ik hou van Chinees eten. Echt de gekste dingen eet ik. Het echte, kijk, gember. Ja, dat zijn de drie heren. Hè? Dat is een gemberwortel, knoflook en er komt er nog lentui bij. Er zijn de drie heren in de Aziatische keuken. De drie heren? Ja, noemen ze dat. Net zoals je in Afrika de Big Five hebt. Ja, als beesten, ja. Als beesten, ja. Heb je de drie heren in de Chinese keuken. Ja. Dus dat is eigenlijk de basis voor alles. Ja, daar begin je mee. En dan kun je dat net zo maken als je het zelf wil. En hoe begin je dan meestal? Nou, je gaat het eerst heel dun snijden en dan ga je bakken. Alle drie tegelijk. En dan heb je de basis en dan kiep je er van alles bij wat je erbij wilt hebben. Je kiept er van alles bij? Ja. Nou, kijk daar. Daar zijn allemaal de groenten, zijn de marktjes daar. Dat ligt gewoon op de grond. En dan, iedereen heeft ook, ieder boertje heeft ook zijn eigen dingen op de markt. Hè. En dat is gewoon, dat is mijn lust en mijn leven. Ook heel dicht bij de natuur blijven. Hè. Gewoon het, hier, daar komt hij. Ja, Henny, wat? Henny met de biljartkeu. Ja. Hi, Bas van der Zwaan, L1 programma onderweg. Goedemiddag. Ja, we hadden het bordje op de... Ja, is het al middag of nee, nog bijna, niet? Bijna. 11:55. We hadden het bordje op de zijkant van het huis gezien. Ja. Azië in the Walk. Ja. En toen belden wij aan. En ja. Truus maakte het. Gelukkig kende ze het programma. Ja. Ze herpakte zich vrij snel van, ja. van de overval. En we hebben al zoveel inmiddels opgestoken. Oh ja, ook ja. Vergeten intussen. Nog ja, als ik nog niet. Nee, we hebben net geleerd over de drie heren. Oh ja, ja. In de Chinese ja, keuken. Ja, ja. En, weet je, dat ze willen zeker, want ik weet ook niet meer van koken. Niet? Nee. Ik kom meestal niet verder dan tot hier alleen om af te wassen. Jij laat je altijd in de watten leggen door Truus. Maar ik probeer het ook wel eens, maar dan doe ik het allemaal net iets anders. En dan krijg ik, nee, dan moet je zus en dan moet je zo. En dan, twee kapiteins op één kok, dat op één schip is niet goed. Hè. Dus, is dat ook zo, Truus, sta jij liefst alleen in de keuken? Ja. Ja. Ik probeer het vaak van, leer me dat nou eens. Ik heb wel een paar gerechten. Maar ik ben er zo simpel in, het boeit me niet erg. Ik vind lekker eten wel belangrijk, maar om voor mezelf, dat kost zoveel tijd. Ik ga liever een boek lezen, of voetballen, of hardlopen, of biljarten of zo.